Enjoying Everyday Life. Verander je woorden, verander je leven. Wanneer God me iets laat zien in zijn woord, vind ik het leukste daarvan dat ik zo'n waarheid meteen kan delen met anderen. In de loop der jaren heb ik iets geleerd en in praktijk gebracht dat geweldige impact heeft op mijn leven. En ik geloof dat dit ook enorme impact op jouw leven kan hebben. Het begint allemaal met deze krachtige, levensveranderende waarheid. De woorden die je spreekt, bepalen grotendeels het leven dat je leidt. Wanneer je leert om Gods beloften uit te spreken, ongeacht wat je denkt en hoe je je voelt, kan dat je leven in een hele nieuwe richting leiden. Want weet je, de woorden die je spreekt, positief of negatief, hebben het vermogen je denken, je wil en je emoties te beïnvloeden. Ik ben ermee gestopt om negatieve dingen te zeggen, maar God moedigde me aan om ook de volgende stap te zetten en positieve, levengevende, waarheidsgevulde beloften uit Zijn woord te gaan spreken. Spreuken 18, vers 21. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie Hem lief heeft, zal de vrucht ervan eten. Je kunt ervoor kiezen om woorden uit te spreken die leven brengen in je omstandigheden, in je gezin en familie en in je toekomst. Het gaat daarom dat je de woorden die je spreekt in lijn brengt met Gods beloften. Als een situatie op je werk onmogelijk lijkt, kies ervoor om uit te spreken bij God zijn alle dingen mogelijk. Zie Matthäus 19, vers 26. Als slecht nieuws uit de wereld je vrede en vreugde dreigt te roven, kies er dan voor om uit te spreken: Ik ga me geen zorgen maken. Ik werp al mijn zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor mij. Zie 1 Petrus 5, vers 7. Ik herinner me een situatie van een aantal jaar geleden die te maken had met een goede vriendin. Het was iets waar ik erg boos van werd. Elke keer dat ik het erover had, merkte ik dat het me veel moeite kostte om het uit mijn gedachten te krijgen. Ik bleef de rest van de dag boos. Herken je dat? Dat je de hele dag boos, gefrustreerd en gespannen bent? Dat is precies wat ik meemaakte. God liet me zien dat ik er mentaal en met mijn woorden mee moest ophouden er steeds mee bezig te zijn. Mijn woorden hadden een negatieve invloed op me. Als iemand me over de situatie vroeg, antwoordde ik vanaf dat moment: Het is beter voor mij als ik er gewoon niet over praat. Ik raad je aan hetzelfde te doen. Door het probleem steeds maar te blijven herhalen, wordt alleen maar je vreugde gestolen. Negatieve woorden leiden je leven een negatieve richting op. Maar het uit de weg gaan van negatieve woorden is slechts de helft van de strijd. De manier om een positiever leven vol van geloof te leiden, is door te leren zeggen wat Gods woord ons zegt. In Hebreeën 4, vers 14 staat. Laten wij aan deze geloofsbeleidenis, dat Jezus onze Redder is, vasthouden. Beleiden betekent letterlijk hetzelfde zeggen als. Als ik Gods woord uitspreek, ben ik meer dan een overwinnaar in Christus Jezus. Zie Romeinen 8, vers 37. Kan ik elke uitdaging met Gods hulp overwinnen? Zie Filippenzen 4, vers 13. Zal vandaag een dag vol vreugde en overwinning worden. Zie Psalm 118 vers 24. Zullen mijn kinderen en kleinkinderen Gods plan voor hun leven volgen. Zie Jesaja 54 vers 13. Deze vrijmoedige woorden van geloof zullen je leven progressief transformeren. Ik heb dit keer op keer zien gebeuren. Als we onze woorden in lijn brengen met Gods Woord en zijn plan voor ons leven, geeft Hij ons precies wat we nodig hebben. Ten slotte, ervoor kiezen om geen negatieve woorden te spreken, is nog maar het begin. Het is tijd dat we instemmen met Gods beloften en een hele nieuwe koers voor ons leven ingaan. Als je vrijmoedig de waarheid van Gods Woord durft uit te spreken, is er geen grens aan wat hij kan doen? Je woorden maken een verschil. Dave en Joyce. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegene je. En tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube kanaal.